Ja. Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te zien. De afgelopen anderhalf jaar ben ik werkzaam geweest als sculpteur van de stichting Hoedrok en Sklok. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond op de stoep bij een wat ouder echtpaar, ergens eind 50, begin 60. En de man die mij aanvankelijk te woord stond, was niet zo geïnteresseerd in een encyclopedie. Ik heb er nog een staan, zei hij, ergens in de jaren 80 aangeschaft. 20 delen, spectra, spector, zoiets. En ik heb hem wel geteld, maar 4 keer of zo ingekeken. De laatste keer was dat om te ontdekken wat voor soort vis een lekkerbekje nou eigenlijk was. Maar ik heb niks kunnen vinden. Ja, zei ik. Tegenwoordig zoek je dat zomaar op internet, hè? Ja, zei die man. Maar waarom komt u dan met die encyclopedie langs de deur? Nou, zei ik, dit is niet zonder een encyclopedie. Dit is een handboek voor de allrounddenker. Allrounddenker, zei de man verbaasd. Wat is dat voor iets? Ja, dacht ik. Hoe zal ik dat nou eens even uitleggen? Weet je wat, zei de man. Mijn vrouw heeft net de koffie klaar en het bier slaat ook wat om. Kom maar even mee naar binnen. En het begon inderdaad wat te spetteren en ik had wel zin in het bakje. Zijn jullie een soort vrijdenkers, vroeg de man. Nou, zoiets zou ik wel kunnen zeggen, zei ik. De schrijvers waren vrij om over elk onderwerp te beginnen en te schrijven zolang het maar met een A of een B of een C begon. Heeft u zelf ook meegeschreven, vroeg de man. Jazeker, zei ik. Dan bent u vast wel ruimdenkend, zei ik. Nou ja, ik ben niet zo heel erg gestart volgens mij. Ik bekijk de dingen graag van meerdere kanten. En dat is ook de bedoeling van een encyclopedie, als deze grote dikke hobbyrock-encyclopedie. De benadering, je blijft verrassen. En dat kan overal over gaan, begrijp ik, zei de man. Jazeker, zei ik. Nou meneer, ik kan u één ding vertellen. Ik geloof niet dat ik een encyclopedie van u ga kopen. Maar ik wil u toch wel graag één ding laten zien wat ik niet vaak aan andere mensen laat zien. Zou je dat nou wel doen, Henk? Zei zijn vrouw. Weet je nog hoe het afliep toen je het oudje liet zien? Ja, dat weet ik, zei Henk. En ik wil dat iemand het eens begrijpt, zei Henk. Loopt u maar even mee. We liepen door de gang en voor de deur van een andere kamer, zei Henk. Denkt u niet meteen verkeerd over mij. Hij deed de deur open en ik kwam een kamer binnen waar maar liefst 20 stellagekasten stonden. En al die stellagekasten stonden vol met dvd's. En het waren niet zomaar dvd's. Nee, het waren allemaal stuk voor stuk porno-dvd's. Jamie, nee, zei ik. Wat heeft u een boel porno? Ik heb nog nooit zoveel porno bij elkaar gezien. Zie je nou wel, zei zijn vrouw hoofdschuddend. Heeft u al deze dvd's gezien, vroeg ik, benieuwd. Nou, dat zult u misschien raar vinden, zei hij. Maar ik heb er geen één van gezien. Geen één, zei ik verbaasd, maar het zijn er meer dan 1000. Nee, ik heb er geen één gezien, zei hij. Ik heb ze alleen maar verzameld. Alleen maar verzameld? Alleen maar verzameld? Dat is raar, zei ik. Ja, zei Henk. Misschien wel wat raar. Dan laat ik je het proberen uit te leggen. Ik heb jarenlang als leraar Duits gewerkt. Prachtige taal, Duits. En een geweldige, uitstekende cultuur. Ja, de Duitsers hebben een geweldige cultuur, zei ik. Maar ze moeten niet overdrijven. Nee, dat klopt, zei Henk. Maar ik viel in een enorm gat in naam het fut. Ik was al die tijd alleen maar bezig geweest met mijn werk en met mijn gezin. En ik heb nooit echt een hobby gehad. En daarom zei mevrouw, je moet maar eens een hobby nemen. Ga maar biljarten of een moestuintje of zo. Dat heb ik wel geprobeerd, maar dat was niks voor mij. Toen zag ik in een plaatselijk krantje een advertentie staan waarin een grote partij dvd's werd aangeboden wegens beëindigend hobby. Ik belde de persoon in kwestie op en deze vertelde mij dat het natuurfilms waren. En de volgende dag ging ik bij hem langs en kreeg ik tegen een zeer schappelijk prijsje 6 dichtgetapte bananendozen mee. U zult wel begrijpen dat ik ontzettend verrast was toen ik deze bananendozen uitpakte en zag wat voor films het eigenlijk waren. Terugbrengen vond ik ook een beetje sneu. En naar de kringloopwinkel brengen vond ik ook weer wat gênant. Dus ik heb ze eerst maar even gewoon in de bananendoos laten zitten en in de garage neergezet. Maar op een dag heb ik ze toch maar eens uitgepakt en me in mijn oude studeerkamer in de stellagekast neergezet. En daar had ik wel aardigheid in. Het was alsof ik iets stiekems aan het doen was. Ik ben jarenlang een nette burger geweest en ineens voelde ik weer wat opwinding omdat ik met die gore films bezig was. Zonder ze ooit nog eens te bekijken, vroeg ik echt eens. Ja, zei Henk. Dat ging me veel te ver. En wat er op die hoesje stond, dat stond me ook allemaal wat tegen. Maar dat weerhield mij er niet van om steeds meer van deze dvd's te gaan kopen en in mijn kast neer te gaan zetten. Het is inmiddels een aardige verzameling geworden, constateerde ik. Ja, zei Henk. Het is een beetje een obsessie geworden.
En daarom wil ik het ook eens aan iemand laten zien, snapt u? Ik heb het aan mijn dochter Aukje geprobeerd uit te leggen en laten zien, maar die wil niks meer met ons te maken hebben. Ze zegt dat ik ziek ben. Maar wat zegt u? Ben ik een ziek iemand? Aukje. Nee, volgens mij niet, zei ik. Volgens mij bent u kerngezond. U heeft zich alleen jarenlang ingehouden en nooit iets geks gedaan. En dan ineens dan breekt dat u zich dat op. En dat uitzicht bij u op een volstrekt unieke manier, mag ik wel zeggen. En daar is helemaal niks mis mee. U bent een goed mens. En kerngezond. Dat vind ik heel fijn om te horen, zei Henk. En de tranen sprongen hem in de ogen. Maar ik gooide het maar gauw over een andere boeg. Wat voor dvd's zijn dit eigenlijk, zei ik tegen Henk. Zei Henk. Dat zijn dvd's met een geinige titel, daar heb ik een heleboel van. The Bad Bitch Project. Gangbangs of New York. The French Erection. Clitty Clitty Gangbang. Star Horse, The Porn of the Jedi. Sperminator. Saturday Night Beaver. Intercourse with a Vampire. Battlestar Orgasmica. Cock Sock and Two Smoking Balls. Shaving Ryan's Privates. The Cunt for the Red October. Casablanca. En Schindler's Fist. Wat een curieuze verzameling, zei ik tegen Henk. Zo heb ik nog een hele middag bij Henk in zijn curieuze verzameling gezeten. En toen ik afscheid nam, leek er een hele last van zijn schouders te zijn gevallen. Bedankt voor je begrip, zei hij. Ach, zei ik, zoals een wijs man al eens heeft gezegd. Als twee mensen met elkaar contact hebben, dan is de manier waarop alleen maar bewonderenswaardig. Zo ziet u maar eens. Als colporteur van de dikke hobbyrockrenselopen, die maak je nog eens wat mee. Ik zou zeggen, word ook colporteur van die dikke hobbyrockrenselopen, die. Want er valt ook nog een leuk zakcentje mee te verdienen.